dag Herman. Dag jongen. Kon je niet op tijd zijn? Jawel, ik was op tijd. Ik zeg tegen die meneer, ik moet hier om 28 aankomen. Bij hem, nou zegt hij van, nee, als je met de sneltrein komt, kun je beter gewoon de trein eerder nemen. Dan ben je in ieder geval op tijd, maar anders haalt hij nooit. Nee, dat is echt. Je maar 1 minuut hebben, of soms is hij net weg als hij aankomt. Dan gaan we heen naar de stad. Is dit het havenplein hier voor ons? Ja, hier is plastic de matje. Dit gebouwtje. Ja. En daar, de overkant. Dat is mooi. Leuke gebouwtjes zijn dat, hè? Ja, er zitten een belasting. Ja, hier staat er al voor. Dus de 17e eeuws. Het pand Zuiderhaven 2. Ja, dus dit. Hier heeft ooit de internist tegen. Een fraaie 17e eeuwse trapgevel. Bij te zeggen hoor. De Raadhuistoren is oorspronkelijk gebouwd in 1587. In de jaren 30 van de vorige eeuw is de toen bouwvallige toren afgebroken en herbouwd. Nummer 28, dat is het oudste bakstenen gebouw van Harlingen uit 1596. Mooie gebouw. Die is gerestaureerd door de Dat is een hotel. Ja. Voor €300 per nacht. Ja, dan heb je ook wat. Dan heb je ook wat. Dat is een Oh ja, dat lijkt je boven. Fantastisch. Zo hoog stond hier het water. Wanneer was dat? Het is een paar weken geleden. 1824. Kijk, het is ook mooi. Met zo'n hokje erin. Hier zat vroeger de doodjes in de kerk. Hij heeft mijn water gegooid. Dit is Mion, dat komt even af, Mion. Martin, er komt even een toelichting. Rinske leest voor. De Zoutsloot dankt haar naam aan de zoutziederijen. Die hier in de 17e en 18e eeuw gevestigd waren. De Zoutsloot is een van de mooiste restauratieprojecten waarbij veel van de oude sfeer bewaard is gebleven. Sibrenica, of de kamer.
stukje over die dijk heen lopen, Elfrin. Daar moet ik al zeggen. Hier, Keun, 1883. Santé. Bonjour. Bonjour.